Hallo en welkom bij De Kwestie. Ik ben Jurg van Ginkel en deze week doen we het op zijn hondjes. En dat doen we naar aanleiding van een bijtincident afgelopen weekend met zo'n grote vechthond, zo'n pitbull, die in Utrecht bijna een andere hond doodbeet. Gelukkig kon het hondje net op tijd worden gered. Maar dat is niet de eerste keer dat dit soort grote honden, vechthonden, in het nieuws komen. Eind vorig jaar werden er nog een boel in beslag genomen in Amersfoort en Zeist, die uiteindelijk moesten worden afgemaakt omdat ze gebruikt werden om mee te vechten en te agressief zouden zijn. Dan zijn wij niet de enige die dat is opgevallen. Ook de staatssecretaris is ermee bezig. Die komt binnenkort met nieuwe maatregelen. Die zegt, iedereen die zo'n grote vechthond in huis wil nemen, moet eerst verplicht op puppycursus. Nou, daar gaan we het deze week over hebben in De Kwestie. Gaat dat veel te ver of gaat het niet ver genoeg? En daarom is De Kwestie, alle hondeneigenaren moeten verplicht op puppycursus. How much is that dog in the window? Nou, ik vind sowieso dat alle honden inderdaad op puppycursus zouden moeten. Weet je, de lessen die je op dag 1 zeg maar leert, dat honden die aan de lijn zijn, moet je niet aan elkaar laten snuffelen. En als de een los is, de ander vast, dan moet je die ander ook even aanlijnen. Het zijn gewoon van die basisdingen. Dus ik denk dat het voor elke hond gewoon heel goed is. En voor elke eigenaar heel goed is. Ja, het is goed dat die eigenaren op cursus gaan. Want dan leren ze gewoon om een hond gewoon goed op te voeden. En dat geldt voor, ieder hond moet goed opgevoed zijn, maar je ziet gewoon ook soms eigenaren die zich laten voortslepen door een hond en eigenaren die niet goed zorgen voor een hond. Dus geef ze maar een cursus en zorg ervoor dat daardoor ook een hond gewoon meer houvast heeft en gewoon beter weet wat hij wel en niet moet doen, toch? Ik weet niet of je daarmee zeg maar voorkomt waar men bang voor is, want je hebt natuurlijk bepaalde honden die... Ja. Het blijven dieren, dus je kan wel puppycursus gaan, maar ik weet niet of daarmee dan, hè, of je voorkomt dat honden dan alsnog bijten. Of... Je zegt sommige honden zijn gewoon nog ontzettend eigenwijze rakkers, daar gaat geen cursus tegenop helpen. Ja, nou, dat denk ik. Ja, ze zullen misschien wel beter luisteren, maar als je het hebt over bijvoorbeeld, misschien zeg ik iets wat helemaal niet populair is, maar die pitbulls, ja, daar hoor je toch nare verhalen over, soms. En ik weet niet of een puppycursus daartegen gaat helpen. Hallo, Elina. Elina. Jurg van Ginkel, hoi. Hoi, ik ben coachie. Gezellig, het hoort bij elkaar. Gezellig mee voor de gezelligheid, mijn dochter. Geweldig, en dit is Bikkel, geloof ik, hè? Bikkel, ja. Hoort. Nou, zullen we even gaan zitten, dan praat het makkelijker. De staatssecretaris die zegt, je hebt hoog risico honden. Daar vallen, dit soort honden vallen daaronder. Ja. Waarom zijn die volgens de staatssecretaris een hoog risico? Ze hebben daarmee een selectie gemaakt op waak en verdediging en de honden die van oorsprong vechthonden zijn. Daar hebben ze bij gezegd, die honden zijn voor agressie gefokt en daarom zijn het hoogrisicohonden. Zit er dan ook echt een beetje genetisch wel een klein beetje in? Dat ze echt vasthouden, bijten, dat schudden met die kop en zo, dat wat andere honden misschien wat minder hebben, andere hondenrassen? Nou ja, er zijn wel een aantal hondenrassen die dat in zich hebben. Zelfs een Jack Russell Terrier heeft dat in zich, want die zijn ook gefokt voor op de das en op de vos. Dus ze zijn er ooit voor gefokt, ja. Maar op zich bestaan deze rassen al ruim 3000 jaar en zijn er nu problemen. En het is meer mensgerelateerd als hondenrasgerelateerd. De staatssecretaris die zegt dus een heleboel regels voor dit soort hoge risicohonden, behalve als ze een stamboom hebben. Waarom is dat volgens hem, zijn die stamboomhonden, hoeven die aan minder regels te voldoen? Nou, ik denk omdat daar een heel grote controle op zit vanuit al die organisaties en al die rasverenigingen. Bij veel rassen is dus die machttest aan verbonden. De machttest is een soort gedragstest? Ja, het is een maatschappelijk aanvaardbaar gedragstest. Dus als je die test niet hebt gehaald, mag je niet fokken met je hond. Ik denk wel dat het belangrijk is dat de eigenaar de hond onder controle kan houden. En dat zie je niet altijd. Heeft u ervaring ermee? Ja, wij hebben hiervoor een bokser gehad die is aangevallen door een herdershond. Oké. En? Ja, wel gewond, maar het viel achteraf wel mee. Maar je wordt er zelf huiverig voor bepaalde rassen. Een pitbull, een bulldog en dan ga ik even eromheen. Dit zijn ze geloof ik, hè? Amerikaanse... Ja, Amerikaanse pitbulls. Okay. Ja. Hartstikke goed. Nou komt de staatssecretaris binnenkort met regels en dan moet u verplicht op cursus met deze twee. Vindt u dat vervelend als dat zo is? Of? Nee, ik vind het niet vervelend, maar ik vind je moet dit soort honden niet als eerste hond nemen. Oké, okay. Want? Ja. Ze zijn... consequente opvoeding hebben ze nodig. Ja, heel... Strenge opvoeding, streng zijn voor de honden. Ja.
Dus niet voor iedereen geschikt. Maar ik denk voor ieder hond is het geschikt om een cursus te volgen. Ja, dat is als volgende punt. Dus inderdaad zouden niet alle hondeneigenaren gewoon even een verplichte cursusje moeten. Ja. Ja, want ik merk dat kleine hondjes sneller mijn honden bijten dan dat mijn honden gebeten worden door grotere. Ja, en ze zijn pas 11 maanden, dus dat hoort niet. Zie je wel zo die kleine hertenbakken, hè? Die chihuahuas en zo? Chihuahuas, ja. Ze zien er ook gemeen uit, toch? Ja, het zijn gemeene hondjes, ja. Je bent hondentrainster. De staatssecretaris zegt binnenkort moet iedereen die zo'n hond heeft of wil nemen, moet op hondencursus, puppycursus. Jij zal wel hartstikke blij zijn daarmee. Nou, het probleem is een beetje dat het vak, alle vakken op het gebied van hondentraining en gedragstherapie, dat het nog niet erkend is. Dus dat er eigenlijk een wildgroei is van hondentrainers, hondenscholen, mensen die zichzelf als gedragsdeskundige hebben gebombardeerd. En dat dus eigenlijk daadwerkelijk niet zijn. Die dus ook met technieken werken waarvan ik denk, ja, daar wordt een hond niet beter van. Ja. Wat belangrijk is, is dat mensen goed geschoold zijn. En ik denk dat daar nog een heel stuk in te behalen valt vanuit de regering. Dat dat vakgebied eerst erkend wordt. Ja. Ben je eigenlijk ook een beetje bang dat er door dat gevaarlijke honden moeten op cursus, er een soort stigma ontstaat rond zo'n hond? Ja, die stigma is er al. Hè, met al die negatieve mediaberichtgevingen en hoe dat gaat op social media. Je wordt echt zwaar door de slijk gehaald af en toe alleen omdat je een hond hebt. En dus dat stigma is er al en dat is echt heel erg. Want mensen worden op straat best wel uitgescholden terwijl er niks aan de hand is. En het is eigenlijk niet leuk terwijl je heel erg je best doet. En mensen gewoon ervan uitgaan dat je een gevaarlijke hond hebt. En dat je waarschijnlijk zelf ook niet helemaal goed bent omdat je zo'n gevaarlijke hond hebt. Ja. En terwijl die hond natuurlijk hartstikke leuke eigenschappen verder heeft. Want anders zouden niet zoveel mensen deze honden nemen. Alsnog is het erg gezellig met Bikkel. Ja, hij is ook erg gezellig. Hij is hartstikke lief. Hebben mensen wel eens, als ze dit zien, dat ze al banger reageren? Want het heeft in de verte iets weg van een pitbullvechthondachtig iets. Ja, klopt. Ik ga wel eens met de trein. En dan heb ik wel eens mensen die echt zeggen van, oh, kom niet te dichtbij. Ik ben bang voor honden. En dan zeg ik altijd van, ja, mijn hond is ook bang voor mensen. Dus ze zal niet bij je in de buurt komen als het niet nodig is. Respectvolle afstand kunnen we bewaren van elkaar. Respectvolle afstand. En mijn hond, ja, die doet niks. Dus dat zeg ik altijd tegen mensen. Maar jij, dat zegt natuurlijk, zegt iedereen. Dus ik snap ook wel dat die mensen dan nog steeds niet gerustgesteld zijn. Maar ja, dus ik heb wel mensen die bang zijn. Je hebt in Nederland eigenlijk een APV, hè, dat je binnen de bebouwde kom je hond aan de lijn moet houden. De plaatselijke verordening van de gemeente, ja, regels. Ja. Ja. En dat je je hond eigenlijk alleen los mag laten op de daartoe aangewezen gebieden, dus de losloopgebieden. Ja. Nou, dat gebeurt niet in Nederland. In de wijk kom je loslopende honden tegen, in aanlijngebieden kom je loslopende honden tegen. En dat is ook wel een ding waardoor heel veel honden in problemen komen. En dat is niet alleen bij honden zo die agressief zijn, misschien de andere honden. Maar ook honden die angstig zijn. En daar merk ik gewoon heel veel problemen mee met hondeneigenaren. Ja, dan heb je een beetje een angstige hond en dan loop je daar aangeleind mee in een gebied. En dan laat iemand anders zijn hond loslopen. En dan heb je alsnog weer toch weer mot, terwijl jij dat probeerde te voorkomen. Ja, zeker. Weet je, als je leuk met trainen bezig bent en je hebt je hond een beetje op een leuk niveau. En dan komt er weer zo'n lompe hond aan die boven op je hond springt. Dat is niet leuk. Ik vind dat dat wel wat beter uitgevoerd mag worden. Dat er gewoon meer plekken zijn waar je hond aangeleind moet houden. En doe je dat niet, dat daar gewoon echt gevolgen voor zijn. Mijn hond is gebeten door een Amerikaanse Stafford. Ook van Pitbull. En die moest echt daarvoor gehecht worden en aan de antibiotica. Dus dat was best wel heftig. Dus dat soort dingen gebeuren wel, ja. En had jij het idee dat de eigenaar hem niet onder controle had? Of was het gewoon echt een ongelukje wat kan gebeuren? Nou, die hond begon heel erg te trekken en zo hard dat het baasje de hond niet meer kon houden. Mm-hmm. En die rende echt meteen op mijn hond af en beet hem heel hard in zijn achterpoot. Oef. Ja. En dan, wat gebeurt dan? Is de hond, die doet het nu weer, om het zo te zeggen. Kan je nog zo'n eigenaar dan kosten opverhalen of zo? Of heb je dat gewoon gedacht? We hebben het wel opgelost met de verzekering. Ik was er zelf niet bij hoor, dat was mijn man. En die heeft in eerste instantie ook de politie gebeld, omdat die hond ook niet wilde loslaten. Mm-hmm. Maar de politie kan dan ook niks doen. Want het was zeggen, de politie kan alleen wat doen als het baasje echt aan het ophitsen is naar die hond van attack of bijt. En dat was in dit geval helemaal niet zo. Het was echt alleen die hond die dat deed. Dus, maar we hebben het wel met de verzekering kunnen oplossen. Okay. De kosten van de dierenarts. Okay, dan is het dus echt voor de politie een ongeluk. En dan is het, kan gebeuren. Ja, heel vervelend. Maar kan niet, je kan niet zo'n hond aangifte doen tegen een hond. In de ondergevangenis gooien, ja. Ja, precies.
Tenslotte nog even. De heel pakket maatregelen van de staatssecretaris. We hebben er nu een paar even benoemd. Eentje waarvan je de cursus waarvan je zegt van kan eventueel wel een goed idee zijn. Zijn er nog andere punten van de, die voorstelt waarvan je denkt van dat vind ik nou wel echt een goed idee? Ik vind dat een heel goed idee, want dat heb ik gisteren toevallig gelezen. Want ze hebben een aanpassing gedaan. Dat ze de verantwoording meer bij de eigenaar gaan leggen. En ik denk dat dat een heel positief ding is. En ik denk dat dat ook, als er een regelgeving moet komen, dat dat de kracht is van een nieuwe regelgeving. Dat de eigenaar echt verantwoordelijk is voor zijn hond. Maar ook hè, eigenlijk de mens. Want als mens moet je weten, wat voor hond koop ik? Wat voor hond wil ik? Past die in mijn leven? En dat zijn wel dingen waar je echt bewust van moet zijn. Zodat je daar die hond in kan begeleiden en opvoeden. Ja, we dachten deze week met de stelling alle hondeneigenaren moeten op cursus een lekker controversiële stelling te hebben gekozen. Maar dan kom je er al snel achter als je met hondeneigenaren praat dat iedereen dat eigenlijk wel vindt. Zelfs de hondeneigenaren die hun hond nog niet op cursus hebben gedaan. En zelfs de mevrouw van Pitbull Club Nederland die zei van ja, het zou een goed idee zijn als iedereen op zo'n cursus gaat. Maar dan moeten we wel even zorgen dat iedereen die zo'n cursus geeft dat ook op een goede manier doet. Nou, de regels van de staatssecretaris zijn er nog niet helemaal doorheen. Dus daar moeten we nog even op wachten wat het nou uiteindelijk wordt. Wat dat betreft krijgt dit verhaal nog een staartje. Misschien hebben we het er een volgende keer nog over. Dit was De Kwestie. Ik ben Jurg van Ginkel. Tot volgende week.